Sweereffecten. Ik ga je in deze video een aantal sfeereffecten leren. Die je kunt gebruiken om sfeer te geven aan je foto. Wat natuurlijk erg bepalend is voor het eindresultaat. En je kunt ze ook gebruiken om je bewerkingen van een fotomanipulatie die je gedaan hebt. een beetje te verdoezelen. Doordat het een geheel wordt, vallen je bewerkingen wat minder op. Dus laten we beginnen met een simpele, simpel sfeereffect. die je eigenlijk bij heel veel foto's kunt gebruiken. En het is een, een donkere buitenkant en een lichte binnenkant. Die maak je aan met aanpassingslagen. Als eerste neem je een curve die je lichter instelt. En dan maak je even een masker. Een masker is er natuurlijk al. Maar die vul je even met zwart. Door Ctrl Backspace in te drukken als je achtergrondkleur natuurlijk zwart is. En dan kun je met het witte penseel wat je hebt die op zacht staat, dus hardheid 0%. Kun je hem gaan invullen aan de binnenkant. Dus het masker ziet er zo uit. En dan zie je dus dat de randen donker worden. Eigenlijk vind ik dat ik het midden kleiner wil hebben, dus ik vul hem weer even met zwart. Ik pak een kleiner penseel. Klik nogmaals even gewoon in het midden. En dan is het midden dus een stukje lichter. En nu ga ik een kopie maken van deze laag. Ik sleep hem naar het nieuwe laagicoontje. Dus heb je die laag nu twee keer. Ik klik dubbel op het laagicoontje van, laag, uh, laag van de aanpassingslaag. Daardoor krijg je weer het bewerkingsschermpje. En dan kun je het punt pakken en dan maak je hem donkerder. Nou heeft dat natuurlijk niet zo heel veel effect, want dan heb je het lichter gemaakt en donkerder gemaakt. Maar ik wil nu het masker omkeren. Daarvoor kun je hierboven bij de eigenschappen dus klikken op dit icoontje. Dan ga je naar het, eh, het masker toe eigenlijk. En dan moet je ook even zorgen dat het masker actief is. En dan kun je hier klikken op omkeren. En dan zie je dus dat de buitenkant donker is geworden. Want ik heb dus de instellingen op donker gezet en ik heb het masker omgedraaid. En dan zie je dus dat de hele foto al heel veel meer sfeer heeft gekregen. Dit is een hele leuke die je eigenlijk bij heel veel foto's kunt toepassen. Ik verwijder deze lagen weer eventjes om je te gaan leren hoe je met kleureffecten een sfeer kunt maken. Daarvoor pakken we weer een aanpassingslaag en dan in dit geval een volle kleur. En dan ga ik hem vullen met een mooie geel, een beetje een warm geel. Dan klik ik op OK en dan is die natuurlijk helemaal gevuld met geel, maar die ga ik nu mengen met die laag eronder door hier met de overvloei modus te werken. Dus ik klik daarop. Ik ga je niet helemaal uitleggen hoe het precies werkt, maar je moet in dit geval bedekken hebben. En dan zie je dus dat hij mooi mengt, maar nog wel heel intens is. Dus daarvoor pas ik de dekking aan. Die zet ik op in plaats van 100% ongeveer op 25%. En dan zie je dus dat je een heel mooi sfeer, hele mooie warme sfeer geeft aan je foto. Dus zeker als je een, een beetje een koude uitstraling hebt van een foto, dat die een beetje blauwig is ofzo, dan kun je dat een beetje warmer maken door deze, dit sfeer-effect toe te voegen. En eh, ik wilde deze laag gaan weggooien, maar ik laat je eigenlijk met dezezelfde laag twee andere effecten zien. Want in plaats van te werken met een geel, kun je natuurlijk ook werken met een blauw of een groen om het een wat grimmigere sfeer te geven. En eh, daarvoor klik ik gewoon dubbel op de kleur. Dan kies ik een andere kleur uit. Deze kleur klik ik op oké. OK. En dan zie je dus, hij staat op bedekken blauw 25%. Nou, in dit geval kan hij wel wat hoger. En dan zie je dus dat je je foto best wel een grimmige sfeer kan, ge kan geven met deze kleur blauw. Dan nou kun je ook nog hetzelfde doen met een groen. En dan in dit geval dus wat minder intens. En je kunt die twee ook nog combineren. Dus ik ga even terug naar dat andere blauw wat ik had, en dan maak ik een kopielaag aan van deze. En dan ga ik hem weer instellen op groen, en die ga ik heel veel verminderen. En nu heb je dus een menging van het groen en het blauw, en dan krijg je dus al een helemaal grimmige sfeer. Als je dus de kleurcodes wil hebben, kan je wel even dubbel klikken. Je kunt dan deze code overnemen en dan bij jou invoeren. Zet hem even op pauze natuurlijk. En datzelfde bij die. De instellingen zijn dus 87 en 15%. Alle twee staan op de overvloeimodus bedekken. Oké, okay, dus dat is ook een leuke sfeer effect. Die verwijder ik ook eventjes. En um, dan ga ik je nog iets leren met een verloop. Want je kunt natuurlijk nu uh, werken met één kleur. Maar hetzelfde kun je ook doen met een kleurverloop. Dus in plaats van volle kleur nemen we in dit geval verloop. Dan stel ik een verloop in. Nou, je ziet hier op de achtergrond al het een en ander gebeuren. Dat kun je ook wel voorstellen dat je zoiets gaat doen. Maar in dit geval werk ik met twee kleuren. En dan wil ik weer een uh, warm geel. Zoiets. En wat zou ik eens doen? Zou ik gewoon een blauw nemen? Ja, ik neem gewoon een blauw. Zo. Klik ik op oké. OK. En dan kan ik eventueel nog de hoek instellen. En dan klik ik ook op oké. OK. En dan ga ik weer de overvloeimodus zetten op bedekken. En dan zie je dus dat hetzelfde effect, eigenlijk dat grimmige en dat uh, sfeervolle, uh, dat warme, zie je nu in dezelfde foto terug, alleen al met een mooi verloop ertussen. En die kun je natuurlijk ook wat zachter instellen. En eventueel kun je hem dus omkeren. Door dubbel te klikken op die laag. En dan staat er hier omkeren. En dan heb je natuurlijk het warme boven en het uh, grimmige onder. En zo kun je dus ook een mooi sfeer effect maken. Dan nou ga ik je nog één sfeer effect laten zien. En dat is eigenlijk een beetje een cross-processing. Uh, ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet. Maar zeg maar, normaal gesproken deed je dat dan in de DOKA. Dat je um, ontwikkelt als in plaats van. Um, een zwart-wit rolletje als een zwart-wit rolletje ontwikkelen, nou, ga je hem ontwikkelen als een dia bijvoorbeeld. Dan heb je dus twee verschillende processen die je door elkaar gebruikt. En dat geeft dus bepaalde effecten en je kunt zo'n soort effect een beetje nabootsen met een hele simpele truc. Dat is ook weer een aanpassingslaag en in dit geval een curve. Dan ga je als eerste naar hier, zo heb je de RGB. Dan ga je naar blauw. En de hoeken, normaal leer ik je wel eens om zo'n lijntje te trekken. Maar in dit geval ga je dus de hoeken pakken en de rechter bovenhoek ga je gewoon naar beneden slepen. Dus alle witte gedeeltes ga je donkerder maken. En je pakt ook de rechter onderhoek en die sleep je omhoog. En die ga je dus lichter maken. En dan krijg je al een beetje een raar effect. Je kunt er nog meer mee spelen door uh, gewoon hier te kijken in de foto en die punten te... Op te pakken en te verslepen. En dan krijg je dus een beetje zo'n vintage effect, zo'n uh, cross-processing. Maar dit doe je dus eigenlijk alleen bij de blauw. Dus daarom zie je ook die rare kleurverschuivingen uh, optreden. Dan nou kun je nog een keer gaan naar de RGB. En kun je eventueel daar ook nog een beetje een S-curve maken om meer contrast toe te voegen. Dus gewoon twee puntjes. Aan de linkerkant doe je hem iets hoger, aan de rechterkant doe je hem iets lager. En dan heb je dus ook een heel mooi effect. Oké, okay, dat zijn de sfeer effecten die ik je graag wil leren. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier ermee. En uh, wellicht is het handig voor jezelf om eventjes alles op te schrijven. Dat je, die gewoon dicht bij de, uh, dat je die effecten gewoon bij de hand hebt, mocht je een sfeer willen geven aan je foto. In ieder geval, heel veel Photoshop plezier ermee.